Goedenavond allemaal. Goedenavond nogmaals. Welkom bij deze avond die met als titel Achtergronden van Israël-Palestina, bijdragen uit geesteswetenschappen, antropologie en rechten. Mijn naam is Jolande Jansen. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam als universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie. En ik ben ook bijzonder hoogleraar aan de VU. Fijn dat u er allemaal bent. Ik wil vast zeggen dat er zometeen een Q&A wordt geopend. Vanaf 9 uur kunt u daar vragen stellen als u vragen heeft aan de sprekers. Voor de rest, hier ter introductie, wil ik graag beginnen met het voorlezen van een kort gedicht, vertaald door Hilla de Jaan en Peter Wim Zuidhof. Zij kort geleden, toen de bombardementen plaatsvonden in Israël en met name in Gaza, hebben op Facebook hebben gezet. Het is van een Israëlische dichter, Eliyahu. En het gedicht heet Nacht. Het komt uit het boek Bericht aan de Kinderen. Het gedicht gaat zo, het is heel kort. Nacht. We bevinden ons nu op de donkere helft van de ster, mijn dochter. En misschien toch valt er iets over de wereld te zeggen. Half donker, half licht. Net als de mens, mijn dochter. Net als de mens. Dit is de tweede avond van een tweeluik, waarin we de historische, sociaal-culturele achtergronden van het heden in Israël-Palestina onderzoeken vanuit antropologie en het internationaal recht. Gisteren waren geesteswetenschappers voornamelijk aan het woord en dat was in het Engels. Vandaag is het in het Nederlands. We willen ook graag kijken naar de publieke perceptie van en de berichtgeving over Israël en Palestina in Nederland en ook het handelen van de Nederlandse regering. Het recente geweld in Israël en Palestina heeft achtergronden in de sociale, juridische, politieke, culturele context van de laatste 100 jaar. In de reconstructie van deze context hebben de laatste jaren grote verschuivingen plaatsgevonden. In recente rapporten van mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en B'Tselem wordt de sociale en politieke ongelijkheid tussen Joodse Israëli's, Palestijnen in Oost-Jeruzalem, de Westbank en Gaza geanalyseerd in termen van apartheid. En is er aandacht voor de rol van Israël in het bestuur van het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. We willen ons deze avond afvragen wat deze verschuivingen betekenen en hoe ze zich verhouden tot het publieke engagement en de publieke perceptie in Nederland. Ook willen we kijken naar wat de rol van Europa is en wat die zou moeten zijn. We hebben 3 sprekers. De eerste spreekster is Dina Zebaidi en zij is antropoloog en ze heeft meerdere jaren gewerkt bij verschillende mensenrechtenorganisaties in Palestina en in Nederland. Ze heeft onderzoek gedaan naar nationalisme, sociale bewegingen en vluchtelingen in het Midden-Oosten. En ze is nu docent sociale wetenschappen bij de opleiding HBO Rechten van de Hogeschool Leiden. En ze is ook senior onderzoeker bij het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid binnen het thema Access to Justice. De tweede spreker is Irela Graciani. Ze is ook antropoloog, werkt aan de Universiteit van Amsterdam. En ze is gespecialiseerd in militarisering en veiligheid in Israël-Palestina. Ze doet onderzoek naar de Israëlische veiligheidsindustrie. En ze is bestuurslid van Gate 48, een organisatie van kritische Israëli's in Nederland. Ze is recent naar Nederland teruggekeerd vanuit Jaffa. En ze is de auteur van Soldiering Under Occupation. Dat is gepubliceerd in 2013. En ik ben net even vergeten te vertellen, Dina gaat als eerste spreken en zij gaat iets zeggen over de sociaal-juridische context van het leven van Palestijnen in de verschillende gebieden in Israël-Palestina. En
Irella gaat vertellen over haar recente verblijf in Jaffa en wat ze daar heeft gezien en vragen gesteld en dergelijke. Dat zijn dus de eerste twee sprekers. De laatste spreker is Itay van der Wal. Hij is masterstudent rechtswetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar het vergelijken van politieke en rechterlijke systemen in termen van apartheid. En hij heeft daarbij speciaal naar Israël gekeken in zijn scriptie. En vanavond gaat hij iets dieper in op die rapporten van B'Tselem en Human Rights Watch. De sprekers gaan eerst ieder ongeveer een kwartier iets zeggen. En daarna is er gaan we nog in op een aantal vragen die we hebben voorbereid. En er is, als het, zeg maar, als het enigszins mogelijk is, is er genoeg tijd om ook nog vragen uit het publiek te beantwoorden. Die kunt u dus stellen via die Q&A-knop. Die kunnen wij allemaal zien. Sorry, dat is natuurlijk helemaal vanzelfsprekend. Wij kunnen die vragen zien en we kunnen ze zelf selecteren. En in principe duurt de avond tot 9:30, maar als we nou heel goed in gesprek zijn en ook die Q&A nog steeds heel erg loopt, dan zouden we dat graag, dan kunnen we eventueel nog eventjes iets langer doorgaan. Ik geef graag het woord aan Dina. Ja, goedenavond allemaal. Nou, ik word best vaak gevraagd om uit te leggen waar het nou allemaal om gaat. Dat gedoe daar tussen Israël en de Palestijnen. En als ik merk dat die persoon die erom vraagt ook echt geïnteresseerd is in het onderwerp, dan neem ik natuurlijk graag de tijd en ben ik vaak meer dan een uur aan het woord. Maar vandaag heb ik maar een kwartier, dus ik ga mijn best doen. Nou, als ik dus zo een vraag krijg, dan begin ik mijn verhaal altijd in 1897. In Basel, Zwitserland. Want dat was wanneer de leden van het Eerste Zionistische Congres samenkwamen om de Joodse kwestie te bespreken. Het was natuurlijk een tijd dat Joden in Europa het heel moeilijk hadden. Pogroms en discriminatie. De vraag die daar gesteld werd door Joden en andere Europeanen was, in die tijd, kan men Joods en bijvoorbeeld ook Nederlands of Duits zijn? Of ben je als Jood uitgesloten van het volk waar je woont? Nou, tijdens de Eerste Zionistische Congres, eind 19e eeuw, was ten eerste besloten om migratie naar Palestina te stimuleren en ook, quote, een national homeland for the Jews op te richten. Nou, er zijn hier drie punten die belangrijk zijn om ook vandaag de dag te begrijpen. Nou, ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te realiseren dat dit een tijd was dat nationalisme en het creëren van natiestaten een hoogtepunt bereikte, in Europa vooral. Kleine koninkrijken die werden herenigd onder één land, Italië, Duitsland. Er werd besloten welke taal die nieuwe natie zou spreken. De grenzen, waar de grenzen lichten, lagen. En daarom werd ook natuurlijk de Joodse kwestie steeds weer besproken en gedebatteerd. Wie hoort er bij de natie, bij de nation, het volk, wie hoort er bij het volk en wie niet? Natuurlijk was ook in het Midden-Oosten, waar het grotendeels onder het Ottomaanse Rijk viel, waren ook debatten onderling over onafhankelijkheid en acties in die richting, begin de 20e eeuw. Nou, ten tweede moeten we natuurlijk ook weten dat in Europa koloniale ideeën heersten. Nou, wat bedoel ik daarmee? Is dat het idee dat een groep uit Europa ergens naar het Midden-Oosten, naar het Oosten, zouden migreren zonder rekening te houden met de mensen die daar al woonden, met de lokale mensen. En het daar te settelen was geen raar idee in die tijd. Het werd overal gedaan door de grootste Europese landen. Dus dat was ook het idee om dus te migreren en ergens naartoe te gaan uit Europa zonder rekening te houden met die mensen was ook geen raar idee. Als derde is het heel belangrijk te realiseren dat er ook veel oneenigheid en meningsverschillen waren onderling de Joodse groepen in Europa. Over de plek van Joden in Europa. Dus een deel van hen die steunde de politieke zionistische ideologie, die uiteindelijk ook het sterkste hand heeft gekregen. Maar dat was maar één van meerdere standpunten en ideologieën die heersten onder Europese Joden. Nou, ik ga verder, fast forward naar 1948. Waar heel veel mensen hun verhaal beginnen. Zionistische troepen die vochten voornamelijk met hulp en wapens van Engeland tegen Arabische legers. Met als gevolg het creëren van de staat Israël. In deze nieuwe settler-koloniale staat, wat werd opgericht door voornamelijk Europese Joden, ging het vaak om controle over land.
In de eerste jaren waren er meer dan 480 Palestijnse dorpen in hedendaags Israël verwoest. Je kan op de dag van vandaag nog steeds overblijfselen zien, zoals stenen muren van verwoeste dorpen, maar ook cactusplanten die Palestijnen gebruikten als natuurlijke hekken tussen hun huizen in. En een groot deel van de Palestijnen werden vluchteling in de Gazastrook, de westelijke Jordaan-oever, maar ook in Libanon, Syrië en Jordanië. Vluchtelingen in die Arabische landen zal ik vandaag niet veel bespreken. Al zijn ze natuurlijk een integraal deel van de Palestijnse kwestie. Maar voor nu moet ik genoegen nemen met jullie te vertellen dat vluchtelingen volgens internationaal recht het recht hebben op terugkeer. Een recht dat Israël ze al 73 jaar ontneemt. Dus als er later vragen komen over vluchtelingen, neem ik ze graag aan. Maar niet alle Palestijnen die de oorlog overleefden, waren de grens overgegaan. Een deel van de Palestijnen werden intern ontheemd. Dat betekent dat Palestijnen die in 1948 hun dorp werden uitgezet of ze verlaten uit angst van het gevecht. En ze vandaag op een afstand van misschien zo'n 10-20 kilometer wonen van hun oorspronkelijke dorp, van hun land. Maar ze kunnen daar niet meer terug, ze kunnen daar niet wonen. Maar inmiddels zijn er wel Israëlische steden gebouwd op hun land. Andere Palestijnen was het gelukt in hun Palestijnse dorpen te blijven op het moment dat er een staakt het vuren werd gedeclareerd. En die vormen vandaag ongeveer 1/5 van de Israëlische burgers. Nou, het feit dat er ook Palestijnse Arabieren burgers in Israël zijn, wordt vaak gebruikt als bewijs van het democratisch karakter van Israël. Het is dan wel een Joodse staat, maar ook niet-Joden hebben Israëlische burgerschap. En het klopt dat burgerschap vaak wordt besproken als een instrument voor inclusie. We zijn allemaal burgers van hetzelfde land. Maar het kan ook juist gebruikt worden om mensen uit te sluiten. Er werd zo in 1949, dus een jaar na het bestaan van de staat Israël, werd er al een census genomen van de Palestijnen die binnen de Israëlische staat bleven. En die werden geregistreerd. Palestijnen die na 48 de oorlog probeerden terug te keren naar hun families en hun land, maar niet waren geregistreerd op de dag dat de census was afgenomen, werden gemarkeerd als infiltrators en het land zo weer uitgezet. Dus door één deel van de Palestijnen burgerschap te geven, kon Israël juist het grootste deel ook uitsluiten. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat burgerschap in een staat niet automatisch gelijke rechten betekent. Volgens de mensenrechtenorganisatie Adela zijn er 65 wetten in Israël die direct of indirect discrimineren tegen Palestijnen. De Palestijnse burgers in Israël. En deze wetten die variëren van bijvoorbeeld recht op onderwijs. Er zijn meerdere vakken die Palestijnen niet mogen studeren, want het wordt gezien als een veiligheidsrisico. Maar ook bijvoorbeeld toelatingscriteria, die veel moeilijker zijn gemaakt om Palestijnse studenten op Israëlische universiteiten tegen te houden. Recht op beurzen, verschillende beurzen, enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld wetten die gaan over werk. Er zijn ook meerdere sectoren waar Palestijnen binnen Israël niet mogen werken. Ook weer een veiligheidsrisico, wordt dat genoemd. Maar ook bijvoorbeeld begrotingen die de Palestijnse dorpen binnen Israël en de steden krijgen. Infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld confiscatie van land. En recht op meningsuiting. En dat laatste hebben we ook weer recentelijk gezien. Dat mensen, de Palestijnen die deelnamen aan demonstraties, vaak het risico lopen om gearresteerd te worden. Ik zei het al, in Israël gaat het vaak om land. Het land leegmaken van de inheemse bevolking, de Palestijnen, en in een staat dat zichzelf definieert als het Joodse staat, moeten ze natuurlijk vullen met Joodse burgers. In de eerste jaren had de nieuwe staat, als de Joodse staat, natuurlijk ook meer Joden nodig. In de jaren 50 begon dus ook de migratie uit voornamelijk Arabische landen. Mensen die zich vaak identificeerden als Arabisch-Joods, werden ontdaan van hun Arabische kenmerken, want de Arabier was nu de vijand. Je kon niet meer en Arabier en Jood zijn. En deze groep heeft ook veel onderdrukking en discriminatie ervaren. In de jaren 70 en de jaren 90 was er een grote migratiegolf vanuit de ex-Sovjet-Unie-landen. In de laatste decennia bijvoorbeeld ook uit Ethiopië. Joodse migratie naar Israël wordt gefaciliteerd door de wet van terugkeer. Niet te verwarren met het recht van terugkeer die Palestijnse vluchtelingen nog hebben. Maar volgens de wet van terugkeer heeft iedereen die kan aantonen dat hij of zij Joods is, recht op Israëlische burgerschap. Eén manier waarop deze mensen bijvoorbeeld worden ingezet, is door het judaïseren van regio's in Israël waar veel Palestijnen wonen. In de jaren 90 begon bijvoorbeeld Israël met het beleid Judaization of the Galilee, het judificeren van de Galilee.
De Galilee is een regio waar ik ook zelf ben opgegroeid, in het noorden van Israël, met meerdere Arabisch-Palestijnse steden. Daar kwamen opeens heel veel, dus in de jaren 90 kwamen daar heel veel mensen uit de ex-Sovjetlanden wonen. En heel veel land van de Palestijnse bewoners werd geconfiskeerd om daar dus Israëlische steden op te bouwen. En wat er toen gebeurde was dat er heel veel grond van Palestijnen niet eens werd gebruikt om op te bouwen. Maar juist om groen land, dus tussen de Israëlische steden en de Arabische steden, wilde Israël ook groen land houden. Dus land waar niet op gebouwd worden, maar wel als soort buffer tussen de twee steden. Dat betekende dat de Palestijnen in hun dorpen en hun steden nergens geen kans meer op konden om huizen te bouwen. Zij kregen geen land, geen infrastructuur. En werden dus heel veel steden zijn nu ook een beetje soort ghetto-achtig, omdat mensen maar naar boven gaan. Terwijl het land wat ze hebben wordt gebruikt voornamelijk om alleen maar Israëlische burgers een woning te geven. Nou, in 1967, dus we gaan van 48 naar 1967, de Zesdaagse Oorlog, had Israël onder andere Oost-Jeruzalem, de westelijke Jordaan-oever en Gaza bezet. De droom van Israël om een groot herenigd Jeruzalem als hoofdstad te hebben, werd hiermee werkelijkheid. Maar ja, een groot obstakel was die Palestijnen die daar wonen. Nou, wat we de laatste maanden hebben gezien qua uitzettingen van Palestijnen in de buurt Sheikh Jarrah in Jeruzalem, wat ook wordt gezien als aanleiding van de laatste gebeurtenissen, is niet nieuws, niets nieuws. Ik herinner me nog dat ik als student in Jeruzalem ongeveer 15 jaar geleden ook wekelijks met andere mensen in Sheikh Jarrah ging demonstreren tegen de uitzettingen van families daar. Maar Israël gebruikt ook andere tactieken om ervoor te zorgen dat er minder Palestijnen in Jeruzalem wonen. Eén tactiek, dat de rechtenorganisatie B'Tselem ook wel de stille deportatie noemt, gaat als volgt. Nou, in tegenstelling tot de Palestijnen die Israëlische burgerschap kregen, ontvingen Palestijnse bewoners van Jeruzalem een verblijfsvergunning. En één voorwaarde van die verblijfsvergunning is dat het centrum van je leven ook in Jeruzalem moet zijn. Nou, begon Israël in het jaar 2000 met het bouwen van een muur rondom de stad. Met zoveel mogelijk land binnen Jeruzalem en onder de Israëlische jurisdictie. En met zoveel mogelijk Palestijns bewoonde gebieden eruit. Dus families die hun hele leven toegang hadden tot Jeruzalem, maar ook in Jeruzalem eigenlijk wel onderdeel van Jeruzalem waren, daar woonden, zaten opeens achter de muur. Het was opeens geen Jeruzalem meer. Dus vaak konden ze dus niet meer naar de stad, niet meer hun andere familieleden bezoeken, hun werk, waar ze werkten, konden ze niet meer naartoe. Want dat allemaal kwam aan de andere kant van de stad, van de muur. En zo verlies je dus je recht om in Jeruzalem te wonen of daar überhaupt naar binnen te gaan, naar in te gaan. Maar ook als je als Palestijn in Jeruzalem bijvoorbeeld in het buitenland gaat wonen voor een paar jaar, voor 3 jaar of meer, is de wet volgens mij nu. Dan riskeer je ook het verliezen van je verblijfsvergunning. Zo heb ik een vriend uit Jeruzalem die een beurs kreeg om in de Verenigde Staten te studeren. In zijn 4e jaar kreeg hij bericht dat zijn moeder ernstig ziek was. Nou, hij vloog terug, maar kwam het land niet meer in. Omdat hij met zijn meer dan 3 jaar studeren in de VS, het centrum van zijn leven de laatste jaren niet meer in Jeruzalem was. Zijn moeder overleed zonder haar zoon te kunnen zien en het is hem sindsdien niet meer gelukt zijn stad terug te keren. Dus zo krijgen ze steeds, lukt het Israël steeds meer om minder Palestijnen in de stad te hebben. Nou, landconfiscatie en het slopen van huizen is ook een dagelijkse realiteit voor de Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. Het bouwen van illegale Israëlische settlements op Palestijns landbouwgrond wordt al vaak besproken. Als we ergens over horen, is dat. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Officieel is de westelijke Jordaan-oever verdeeld in 3 regio's. Regio A, B en C. Ik ga je daar niet te veel over vertellen, want het is allemaal eigenlijk een beetje onzin. Maar sommige regio's zouden dus eigenlijk onder de Palestijnse autoriteit vallen, terwijl andere regio's weer onder Israël, de bezettende macht. In de realiteit is Israël in controle. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat het Israëlische leger midden in de nacht in Palestijnse stad binnenvalt, met traangas gooit en slapende mensen arresteert. Het Israëlische leger vat ook mensenrechtenorganisaties aan in het hart van Ramallah, wat onder de Palestijnse autoriteit zou moeten vallen. Het vernielt hun kantoren en laptops en arresteert activisten. Palestijnen die gearresteerd worden, vallen onder een militair rechtssysteem. Israël gebruikt daar ook vaak administratieve detenties. Wat betekent administratieve detentie? Dat betekent dat een Palestijn wordt gearresteerd op basis van geheime informatie, die de gedetineerde zelf en zijn of haar advocaat niet te weten krijgen. De persoon wordt ook niet officieel aangeklaagd,
en hij krijgt geen rechtszaak. En administratieve detentie kan om de 6 maanden verlengd worden. En zo verdwijnen talloze Palestijnen in de gevangenis voor langere periodes, zonder hun recht op eerlijk rechtsproces. Dit kreeg wat internationaal aandacht zo'n 10 jaar geleden, toen Palestijnse gedetineerden massaal met een hongerstaking begonnen en er ook ophef en demonstraties georganiseerd werden. Maar zoals wel vaker gebeurt, is het onderwerp nu weer verdwenen van de internationale agenda, terwijl de praktijk gewoon doorgaat. Nou, last but not least moeten we het natuurlijk ook hebben over de Palestijnen in de Gazastrook. 70% van de bewoners in Gaza zijn vluchtelingen, oorspronkelijk uit Palestijnse dorpen binnen Israël. Nogmaals, die ook het recht hebben op terugkeer volgens internationaal recht. Een havenstad en een stad dat bekend stond voor een strand en rijke geschiedenis, wordt nu de grootste openluchtgevangenis van de wereld genoemd. 2 miljoen mensen opgesloten op een klein stuk land. In 1948 kwamen daar dus al veel Palestijnen aan als vluchteling. Na 1967 werd het bezet door Israël. En net zoals Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever werd hun leven gereguleerd door de dagelijkse checkpoints. Alles van mobiliteit, dus waar je naartoe kan gaan, waar je kan studeren, werkgelegenheden, de economie. Alles kwam onder controle van de bezettende macht. En dit vind ik heel belangrijk, want natuurlijk bezetting en leven onder bezetting is best wel een abstract begrip. Maar ik vind het belangrijk dat jullie ook begrijpen wat dat betekent voor het dagelijks leven. Dus zoals ik zei, waar je gaat wonen, met wie je gaat trouwen. Kan je gaan studeren? Waar ga je studeren? Kan je op de dag van je tentamen ook wel bij je universiteit aankomen? Of is er weer een checkpoint waardoor je 2 uur om moet rijden? Waar kan je bevallen? Kan je in een ziekenhuis bevallen die dag? Of zijn het door checkpoints of door clashes weer moeilijkheden waardoor je niet kan gaan? Kan je je familie bezoeken? Kan je reizen? Dus alles, je dagelijkse leven, alle aspecten worden gewoon onder controle van die bezettende macht. Nou, in 2005 besloot Israël de Gazastrook te verlaten. 21 settlements werden ontmanteld, maar de controle over water, lucht en land bleef in de handen van Israël. In 2006, nadat in een democratische verkiezing Hamas werd gekozen, implementeerde Israël een van de meest verstikkende blokkades. Ik werkte toen zelf met een organisatie in Jeruzalem die samenwerkte met een andere organisatie in de Gazastrook. En ik kan me de verhalen nog herinneren van mensen die geen luiers voor baby's hadden of maandverband voor vrouwen, maar ook ziekenhuizen zonder medicijnen en maar een paar uur daglicht en elektriciteit per dag. Ongeveer de helft van de bewoners in Gaza is werkloos. De hele infrastructuur is kapot, is verwoest. Mensen kunnen er nauwelijks in of uit. Weer om te studeren is heel moeilijk, om behandeld te worden in een ziekenhuis, om familie te bezoeken. Er zijn wat uitzonderingen, maar behalve die uitzonderingen wordt het dagelijks leven van de Palestijnen in Gaza onmogelijk gemaakt. Nou, ik heb het nu in het kort gehad over de manier waarop de Palestijnen in de verschillende gebieden lijden onder Israëls koloniale karakter, bezetting en apartheidpraktijken. Over de vluchtelingen, nogmaals, degenen die ook in Arabische landen wonen, zijn ook een gevolg hiervan. Maar ook dus de Palestijnen in Israël, in Jeruzalem, de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook. Als we echt willen dat er een verandering komt, moet Israël verantwoordelijk gehouden worden voor haar misdaden en mensenrechten schendingen. Maar net zo belangrijk is dat we eindelijk moeten accepteren dat men geen staat kan creëren voor 1 etno-religieus volk ten koste en met onderdrukking van een ander. Het is 1 land waar we het allemaal mee moeten doen, maar dan wel op een rechtvaardige, gelijkwaardige manier, waarin iedereen dezelfde rechten heeft en op een waardige manier kan leven. Zijn geschiedenis kan herdenken, maar ook dat onrechtvaardigheden worden hersteld. Dank jullie wel en ik geef het woord aan Erella. Ja, dankjewel Dina. Ik neem aan, ik begin gewoon. Ik ben Erelle Graziani, ik was een collega van Dina en wij komen elkaar vaker tegen bij dit soort fora. Mijn verhaal gaat eigenlijk een beetje meer de diepte in over wat Dina heel mooi en heel duidelijk heeft geschetst eigenlijk over de situatie, ook met een historische context. Wat er gebeurt. Ik, zoals Jolande al zei in de introductie, ik kom net uit Jaffa, uit Israël. En vooral heb ik in Jaffa-tijd doorgebracht. Ook tijdens het geweld wat daar was, tijdens de bombardementen ook heen en weer. En de gebeurtenissen in de steden binnen Israël. Dus daar wil ik het vooral over hebben.
Mijn ingangspunt, zeg maar, is denk ik heel erg, ligt heel erg dichtbij de manier waarop Dina haar verhaal eindigde. En dat met zeggen dat Israël heel duidelijk een koloniaal project is. En om een koloniaal project in leven te houden, om een koloniaal project doorgang te geven, moet de bevolking, de gekoloniseerde bevolking, de bezette bevolking, gecontroleerd worden. En dat is, nou ja, goed, dat is een duidelijk uitgangspunt. En dat is niet alleen, er zijn niet alleen de Palestijnen in dit voorbeeld van Israël-Palestina in de Westbank en in de Gazastrook, maar zeker ook binnen de grenzen van wat vandaag Israël is. Nou, ik denk dat dit ook heel duidelijk kwam, voorschijn kwam uit het verhaal van Dina. Ik wil het hebben over Jaffa. Vanuit Jaffa een beetje meer kijken naar wat er gebeurd is vandaag en ook wat de geschiedenis is eigenlijk van die stad. Belangrijk is denk ik om te zeggen dat Jaffanen eigenlijk een heel, heel slachtoffers waren ook van de Nakba in 1948, nog even terughakend op Dina's verhaal. 95% van de bevolking, van de lokale bevolking van Jaffa is verjaagd uit het gebied. Zijn andere vluchtelingen van andere plekken weer in Jaffa gekomen. En eigenlijk zijn die allemaal op een gegeven moment geconcentreerd in één heel kleine wijk, waar ze jarenlang eigenlijk in een soort van ghetto, zo werd ook een ghetto genoemd in Adjamé, wat ja, een wijk is van de stad. En tegenwoordig is Jaffa een deel, is eigenlijk ingelijfd bij Tel Aviv. En de officiële naam van Tel Aviv is dan ook Tel Aviv-Jaffa. Dus voor velen is Jaffa een wijk, een grote wijk, een gezellige wijk van Tel Aviv. Maar als we goed naar de geschiedenis kijken, dan zien we eigenlijk een heel ander verhaal. Een verhaal ook van bezetting en van kolonisatie. Niet alleen in 48, maar ook een kolonisatie die nog steeds plaatsvindt. Wat gebeurde er nou afgelopen maand en afgelopen weken? Ik wilde wat foto's laten zien die ik zelf heb genomen om een beetje een indruk te geven wat er nou gebeurd is. Even kijken, ik geloof nou dat die nu te zien is. Ik heb indrukken uit Jaffa genoemd. Wat belangrijk is denk ik ook, en dat is ook wat twee activisten uit Jaffa hebben geschreven in een heel sterk stuk in Haaret een paar weken geleden, is wat er genoemd wordt in de internationale media en ook in Nederland als geweldexplosies en als rellen, dat het eigenlijk een roep was vooral van de jonge generatie Palestijnen in Jaffa om verandering. En er moet wat veranderen. Het is een roep om gelijke kansen en gelijke rechten na al die jaren van oppressie. De nadruk is ook, hè, en daar ga ik ook wat meer op in, is de reactie op die roep voor een verandering eigenlijk van de situatie, een reactie door de politie en de militaire macht van Israël, die was heel extreem. Nou zijn de Jaffanen wel wat gewend qua politie. Jaffa is het stuk van Tel Aviv waar de meeste politie vaak ziet rondlopen. Maar de afgelopen weken was het echt ongelooflijk. Ik laat hier ook dit is een lint, waar overal de hele tijd, elke dag werden de straten, om een uur of vijf werden de straten afgesloten, kon niemand er meer heen, zeker naar de hoofdstraat, naar de Jefetstraat. Iedereen die er wilde doorheen komen, werd gestopt en werd tegengehouden. Het was een hele grote militarisering, een hele sterke militarisering van deze stad. Nogmaals, dit hebben we eigenlijk bijna nog nooit eerder zo gezien. Je ziet hier, dit is gewoon op een normale dag, stonden op deze hoek van Jeffetstraat, de centrale doorgang zeg maar, van Jaffa,
stonden militairen van de grenspolitie, van de Magav. Die stonden hier, naar hun eigen zeggen, stonden ze te zorgen dat de relschoppers, dus aanhalingstekens, werden tegengehouden. En ze stopten bijna alle Palestijnse jongeren die langskwamen met scooters, auto's, deden zoekingen, alles moest open, auto's moesten open, scooters werden opengehaald. Fietsen, de banden werden leeggehaald. Dit werd echt een normaal plaatje, zeg maar, in de wijk. En nogmaals, dit zijn plaatjes die we natuurlijk van andere plekken in Israël-Palestina goed kennen. Maar voor Jaffo was het echt heel erg extreem. Ik duik eigenlijk meteen in, zeg maar, een soort van foto's en indrukken wat ik wilde meegeven van de laatste weken in Jaffo. Er was, wat heel interessant was, naast die militarisering die eigenlijk meteen heel duidelijk was op straat, was er meteen ook heel veel verzet. Verzet tegen die militarisering. En die sterke roep om verandering, voor gelijkheid, voor gelijke rechten voor Palestijnen. Solidariteit met de Gazanen. Deze demonstratie bijvoorbeeld was tijdens de dagen dat er ook beschietingen waren op Israël van Hamas, maar vooral natuurlijk op Gaza vanuit Israël. Deze demonstraties waren veelal georganiseerd door de Emergency Committee voor de verdediging van Jaffa. En bij deze demonstratie hebben ook veel Joodse activisten meegedaan. Die werden ook uitgenodigd om mee te doen bij de demonstraties. Maar je ziet hier de linkerfoto dat er verschrikkelijk veel zwaar gewapende politie was. Ik ga even door met mijn indruk. Nou, hier zie je, dit was in het parkje naast grote weg, om maar te laten zien hoeveel politie er was. Het was echt ongelooflijk. En hier worden jongens met een scooter worden tegengehouden. Wij hebben ik was deel van een groep activisten die via Signal, via de message app, elkaar op de hoogte houden van wat gebeurt er, waar is de politie bezig, waar worden mensen tegengehouden. En we probeerden zoveel mogelijk shifts te maken om als... je ziet aan de linkerkant iemand met een camera, om zoveel mogelijk op camera te hebben. En om te zorgen, om hopelijk te zorgen dat de politie niet gewelddadig werd tegen de mensen die ze tegenhielden. Dus wij waren daar gewoon eigenlijk aanwezig als activisten om te zien. Een beetje zoals Magson Watch, voor degene die groep kent bij de checkpoint. Hier nog een beeld. Dit was 's nachts stond ook overal politie. Er waren plekken in Jaffa waar anti-riot vehicles waren. Deze bijvoorbeeld, deze auto aan de linkerkant, zijn van de politie. En als er daar wordt skunkwater, water met een hele vieze geur mee verspreid. Rookbommen kunnen daar mee worden verspreid. Ze waren op alles toegerust, zeg maar. Er waren veel branden op de straat. Die werden door jongeren ook aangestoken. Dit was een deel van zo'n brand, waar de vuilnisbak in de brand gestoken. En met nog een bordje van de demonstratie. Maar er was ook heel veel roepen, overal in de straat zag je ook heel veel roepen om vooral samen... door te gaan. Activisten van er zijn nog een paar scholen, een bilingual school van Hebreeuws en Arabisch. En veel mensen die wilden laten zien wat er nu gebeurt, wat de politiek doet, heeft eigenlijk niks te maken met de realiteit on the ground van wat hier gebeurt in Jaffa en we willen samenleven. Nou, er is heel veel, ik zet hem even uit. Bij deze nog zelf de mooiste graffiti die ik tegenkwam. In het Hebreeuws staat hier, wat heb jij gedaan tegen fascisme vandaag? Dit om een beetje een beeld te geven van wat er gebeurde. Waar ik vooral nog wat over wil zeggen, na deze impressies van wat er nou de afgelopen tijd is gebeurd, dus behalve dat er veel geweld was op straat, ook veel pogingen tot protest, ook pogingen van solidaire actie tussen de verschillende groepen die in Jaffa leven.
Maar het idee van die veel ook in de media zijn geweest van de gemixte steden, de steden waar mensen so-called bij elkaar wonen, zoals Jaffa, maar ook Akke, Haifa, Lod en Ramle. En dat zijn de steden waar de afgelopen weken verschrikkelijk veel geweld is geweest. Eigenlijk die indruk die we van de buitenkant, zeker van de internationale media krijgen, is alsof dat nou een soort van voorbeelden zijn van daar gaat het goed, daar kunnen mensen echt samen gaan samenleven. En wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Want opeens gingen mensen, opeens was er dus heel veel geweld en heel veel angst voor elkaar. En Dina zei het ook net, misschien een beetje een andere context, maar dat is, zoals Dina zei het net over zegt, Jarrah, dat is zeker niet nieuw. De steden waarin mensen inderdaad samenleven, hebben een veel complexere historie. En die te maken heeft natuurlijk met het settler-koloniaal achtergrond van de staat Israël. En zoals ik al eerder zei, het heeft ook te maken met de kolonisatie die nog steeds gebeurt. Nou, Dina zei al over de verjoodsing, zeg maar, de judaization van de Galilee. Ik kom ook uit de Galilee, ik ben ook geboren, getogen. Maar dit gebeurt ook in deze steden. En om het voorbeeld van Jaffa te geven, er was al geweld voordat er echt geweld uitbrak in de straten tijdens ook de na wat er gebeurde in Sheikh Jarrah en ook in de Al-Aqsa-moskee natuurlijk, toen er troepen van het Israëlse leger binnenvielen. Wat er gebeurt is dat er al jarenlang, al zeker 15, 20 jaar, kernen groepen van extreme kolonisten, extreme settlers, in steden zoals Jaffa, maar ook Lod en Ramle zijn komen wonen. Ze worden daar naartoe gestuurd om daadwerkelijk die steden waar veel Palestijnen wonen, om die steeds joodser te maken. En dat is ook een van de grote redenen waar er veel onrust is in die steden. Dus het is niet zomaar een geweldexplosie en opeens gaan al die inwoners van die steden die anders zo gezellig naast elkaar leven en met elkaar leven in die mixed cities, elkaar te lijf. Nee, daar zit veel meer achter. En de Palestijnen zien dagelijks gebeuren hoe de huizen en land wordt opgekocht door die kolonistenorganisaties. En hoe zij zelf uit huizen worden gezet, omdat er een heel erg gebrek is aan registratie van huizen waar Palestijnen al generaties lang wonen. En dan is het makkelijk om voor de stad Tel Aviv om ze uit huis te zetten. En daarbij zit er nog een heel, zeker in Jaffa, zit er nog een proces van gentrification bij, waarbij veel Joodse hoogopgeleide mensen, ook met veel geld, want Jaffa is nu heel erg aan het strand natuurlijk, als je op de kaart kijkt, wordt steeds duurder, zeker Adjamé, wat vroeger een ghetto was, het wordt steeds duurder omdat daar mensen hele dure huizen neerzetten met een uitzicht op het strand. Daniel Montanescu die heeft dat ethno-gentrification ook genoemd. Eigenlijk die combinatie van gentrification, mensen die, ja, of juist omdat ze weinig geld hebben in de goedkopere wijken in Jaffa komen wonen, of juist met veel geld naast het strand. En de settlers die echt met een ideologisch en politiek politieke motivatie die steden intrekken om daadwerkelijk de life fabric in de stad zelf, op straat, te veranderen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg mijn tijd aan het bijhouden ben. Dus Jolanda, je moet mij even roepen als het zover is. En wat we zien is dat, maak weer een link een beetje met wat we dan hierover zien, over deze realiteit, vooral in Jaffa, in de Nederlandse media. Dan zien we dat buiten, dat het wordt gepraat over gemixte steden, opeens is er geweld, een geweldexplosie, er is een conflict en al die woorden, nou, misschien kunnen we daar later in discussie nog over hebben, die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met wat er echt gebeurt en eigenlijk ver afstaan van de complexe realiteit. En wat er gebeurd is tijdens de gewelddadigheden
in Jaffa, maar ook in steden zoals Lod en Ramle, is dat de settlers, die woonden er al, maar die hebben ook grote groepen settlers naar de steden toegelokt om ze te helpen en te vechten tegen de Palestijnse bevolking. En we hebben ook in Jaffa gezien dat er daadwerkelijk Joodse milities, en ik durf ze echt met vol vertrouwen als onderzoeker ook van milities en geweld zo te noemen, Joodse milities die door de stad heen liepen 's nachts, elke nacht weer, en op zoek waren naar Arabische huizen, Palestijnse huizen. Er zijn een paar nachten geweest dat er bepaalde tekens werden op huizen en op auto's werden getekend, zodat die eigenlijk getagd waren als zijnde van deze huizen zijn van Palestijnen en niet van Joden. En dit is heel, op grote schaal ook gebeurd in Lod en Ramle, waar heel veel settlers uit de Westbank op een heel georganiseerde manier, dus helemaal niet spontaan en opeens brak er geweld uit. Nee, op een heel georganiseerde manier zijn gekomen om geweld uit te oefenen op heel methodische manier op Palestijnen die daar wonen. En dat gebeurde dus ook in Jaffa. En om hier mee te eindigen, is dat wat ik ook zag en wat hier eigenlijk gebeurde in Jaffa, is met dat geweld ook van de Joodse groeperingen. De politie stond erbij en heeft echt zelfs de Joodse groeperingen die daar rondliepen geholpen, waren steeds naast hun, waren met hun bezig. De Palestijnen hadden eigenlijk, konden eigenlijk nergens naartoe. 'S Nachts, als er geweld was, er werd op hun huis gebonkt, er werden hun ramen werden ingeslagen. Je kon gewoon niet, je had nergens naartoe te gaan. Dus toen zijn er echt zelf neighborhood watches opgekomen, zoals die emergency committee in Jaffa. En echt een grassroots organisatie om die hulp te bieden die de politie gewoon niet meer kon bieden. Dus ook de milities die er eigenlijk rondliepen, geweld buiten de staat, maar ook de hulp en de steun werd allemaal buiten de staat om eigenlijk georganiseerd door de lokale bevolking. En dit is een beetje een inzicht om hoe dat eruit zag de afgelopen paar weken. En het gebeurt, en het is nog steeds gaande. De politie is nog steeds, ik ben net een paar dagen terug, de politie is nog steeds gaande. Er zijn nog steeds mensen aan het oppakken midden de nacht, Palestijnen, omdat ze een hele grote actie nu zijn om orde terug te brengen naar de straat, zoals ze zelf zeggen. Maar het is duidelijk dat dat een heel eenzijdig verhaal is van de Israëlische politie. Ik laat het hierbij, dank u wel. En dan is het volgens mij mijn beurt om te spreken. Ik had allerlei manieren om te beginnen. Ik wilde beginnen met een vraag die ik in de die ik al in de chat van de Q&A zag. En daar vraagt iemand, ik ga ze niet bij naam noemen, super samenvatting vanuit het Palestijns perspectief. Dit was geschreven uit Dina's stuk. Hoe zouden Zionisten die periode samenvatten? En ik denk dat ik kan reageren dat Zionisten die periode precies hetzelfde zouden samenvatten. Want het punt is dat de Zionistische ideologie is beoogd een demografische dominantie van Joden in Israël-Palestina. Dus de wetten waar ik het over ga hebben en de juridische kant zeg maar, van dit verhaal, dat zijn dingen die in wetboeken staan. Die zijn niet betwist, dat zijn, ja, ze zijn opgeschreven door mensen die voor de staat Israël, ja, door de wetgeving. En ja, we moeten niet verbaasd doen over het feit, denk ik, dat dat de staat Israël deze wetten heeft. En Dina begon haar verhaal heel goed, denk ik, door terug te gaan naar het eerste Zionistisch congres, waarin een ideologie werd gearticuleerd die Israël aanwijst als het thuisland voor alle Joden ter wereld. Ze hadden niet het recht, het congres had niet het recht om te spreken voor alle Joden ter wereld, maar dat deden ze wel en ze hebben dit stuk land aangewezen. En ja, sindsdien is het zeg maar, beoogde doel van die ideologie en dat wordt gemobiliseerd door het staatsapparaat van Israël
het creëren van een demografische meerderheid in dat gebied van Joden over Palestijnen. De tendens is om te verdelen door middel van land en gebied, maar ook door middel van burgerschap, zoals Dina allebei op een hele goede manier heeft beschreven, om dat te bewerkstelligen. In dat licht moet je ook de afstoting van Gaza zien. En met afstoting bedoel ik het afstoten als verantwoordelijkheid, maar vervolgens wel het controleren van wat er van het compleet afsluiten van het gebied. Egypte heeft daar ook een hand in, maar Israël zeker ook. Daar denk ik dat dat een goed begin is van mijn verhaal. En ik denk ook dat een goed bruggetje om te bouwen is uitleggen wie ik ben. Ik ben, ja, zoals het al gezegd was, mijn naam is Ita van der Wal. En ik heb een Nederlands-Israëlische achtergrond. Ik had een anekdote voorbereid en die ga ik vertellen. Namelijk dat ik op een gegeven moment een paar jaar geleden, toen mijn nichtje net geboren was, in een tuintje in Tel Aviv zat. En toen hielden mijn grootouders een verhaal. En die zeiden dat ze het goed vonden dat Joden weer kinderen kregen in Israël. En dat zetten ze, de backdrop daarvan, de achtergrond daarvan was, hè, er is ons de Holocaust overkomen en nu zijn we weer op een plek waar we kinderen kunnen krijgen. Toen kwam mijn vader daarna op, zeg maar, nadat ze die toespraak al hadden gegeven bij deze, noem het een baby shower of iets dergelijks. En die zei toen, ik heb niks te zeggen over de Holocaust, maar er is wel eten. En op diezelfde manier heb ik, dacht ik, ja, hier, ik wil jullie ook wat voor de kiezer gooien. Een paar moeilijke feiten, zeg maar, om over na te denken. Maar toen ik aan dit verhaal zat te denken en toen ik Rella ook hoorde praten over de milities van extremistische Zionisten, zeg maar, die kolonisten, settlers, die dus naar wijken gaan, daar gaan wonen en die judeificatie daar beogen. Dat is ook een kant van de wet. Een wet is niet alleen wat er opgeschreven staat, maar is ook wat mensen in praktijk brengen en wat gemobiliseerd wordt. En de politie is daar een voorbeeld van, wat je heel goed zag terugkomen in Arella's verhaal. Maar ook normale mensen kunnen daar een voorbeeld van zijn. En hè, in een trein van de NS is er bijvoorbeeld een stilteruimte, waarin iemand het stilteteken aanwijst en een ander tot stilte maand. Als je in een gekker land woont, waar heftige ideologieën heersen, zoals Zionisme, kunnen dat dus kolonisten zijn die in een buurt gaan wonen en recht biologisch, biologisch en die recht mobiliseren door ergens te gaan wonen. Maar ook dat demografisch mobiliseren door daar kinderen te krijgen. En vooral heel, heel veel kinderen ook. En dat is een heel moeilijk feit, maar dat is wel een hele heftige, ik denk een heel heftig gegeven. En ook iets wat we moeten zien als deel van een mobilisatie van rechten die een staat maakt, discriminerend zijn. Laten we nu ook even praten over rechten. Dina heeft al de wet die het recht van terugkeer instelt, waardoor het recht van terugkeer geldt alleen voor Joden over de hele wereld. Als je een Joodse achtergrond hebt, kun je migreren naar Israël en kun je rekenen op staatsburgerschap. Dat recht geldt simpelweg niet voor Palestijnen, die daar ook hele lange tijd hebben gewoond. En heel veel mensen die op deze manier naar Israël zijn gekomen, die woonden daar niet direct voorafgaand aan het stichten van de staat Israël en hebben daar ook hele lange tijd niet gewoond. Dat zijn mensen die deel zijn van de Joodse diaspora, maar die ook, zeg maar,
voor wie een Zionistisch congres ook voor hun heeft gesproken. En hun heeft aangesproken om dan vooral zichzelf weg te rukken uit een gebied waar ze waren. En terug te laten keren naar een staat om een demografisch voordeel te creëren. Nou ja, goed. Ik denk dat ook een stuk wat in het rechtelijk verhaal past. En ook een ja, onomstreden feit is. Is dat de landautoriteiten in Israël. Dat zijn. Je hebt het Jewish National Fund. En je hebt de landautoriteit. En dat de Jewish National Fund is een quasi-regeringsorganisatie. Dus die staat niet helemaal vast aan de regering van Israël. Is in principe een soort stichting. Maar die stichting samen met de landautoriteit van Israël, als ik het goed zeg, niet een, wat wel een staatsorgaan is. Of daar ook in ieder geval deels aan vast zit, is dat wat die doen is ervoor zorgen dat, die hebben 93% van het land zeg maar in de staat Israël, dus binnen het strikt genomen Israëlisch gebied, zeg maar de grenzen van 1948 wordt dat genoemd, hebben zij land in handen, 93% van het land, en dat verhuren zij, of zeg maar dat verdelen zij, maar dat zij zijn daar heel duidelijk in, dat behoort zeg maar aan Joden toe. Dus 93% van het land wordt aan Joden gegeven. Er is ooit een rechtszaak geweest waarin dat wel werd aangevochten met succes, maar de optie voor Palestijnen om op Palestijnse Israëlische burgers om dat land, om daar kans op te maken, zeg maar, om dat te mogen huren van, van die autoriteit, is praktisch gezien onmogelijk. Dat wordt institutioneel gewoon onmogelijk gemaakt. Dan maar niet opgeschreven, maar praktisch gezien wel. En ook die cijfers zijn onomstreden in principe. Verder denk ik wat een heel recent fenomeen is. Hè, zeg maar deze wetten bestaan al heel erg lang. Eigenlijk sinds de stichting, zeg maar deze organisaties, die natuurlijk ook in wet zijn opgenomen. En deze wetten bestaan al heel erg lang. En ik denk dat ook een belangrijk punt dat gemaakt moet worden is dat wetten niet alleen in het nu bestaan, maar ook in de geschiedenis hebben bestaan. Dus als er nu iets zou veranderen, blijft die geschiedenis bestaan. En alles wat die wetten bewerkstelligd hebben en alles wat die wetten geblokkeerd hebben, blijft deel van de geschiedenis. En ja, blijft deel van wat er materieel in Israël aan de hand is. Een recenter voorbeeld. En dat zie ik meer als een articulatie van een ideologie die al lang bestond. En een, ja, in principe niet een wet die in zichzelf veel betekent, omdat het eigenlijk al vast lag in de praktijk. Maar dat is de Basic Law, de Nazistaatwet, direct vertaald vanuit het Engels. De Nation State Law, die in 2018, als ik het goed zeg, werd vastgesteld in Israël. En daarin werd zeg maar nogmaals bevestigd, dit is in principe geldt dit als een soort grondwet voor Israël. Israël heeft geen enkelvoudige grondwet, zoals we die in Nederland kennen. Maar heeft een meervoudige grondwet, dus er zijn verschillende wetten. En ja, je zou ook kunnen zeggen bepaalde zaken die een grondwetsfunctie vervullen. De Basic Law, de Nazistaatwet uit 2018, daar staat de volgende zin in het Engels. Die nou ja, staat er niet in het Engels in, maar vertaald vanuit het Engels. Die vertaling is gewoon beschikbaar. The actualization of the right to self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people. En daarmee articuleert het eigenlijk een geschiedenis waaruit al blijkt dat Palestijnen geen recht hebben op zelfbeschikking binnen Israël. Ik denk dat je dit kunt aanwijzen als een zin die iedereen begrijpt. Namelijk een zin die uitspreekt, Palestijnen horen hier niet en Joden wel, en dat dat een staatsideologie is, en dat degene die uitspraak het beste begrijpen, zijn denk ik, Zionisten en Palestijnen en Israëli's en mensen wereldwijd, dat dit een uitspraak is waarin een staat zegt, één bepaalde etnische groep, heeft alle rechten in dit land en andere groepen zijn daaraan ondergeschikt.
En ik denk dat dat ook de kern is van een volgende stap die ik wil maken. Namelijk naar de vergelijking met apartheid. Nu ga ik het hebben over een aantal rapporten die recentelijk zijn uitgekomen. Maar ook over een aantal punten die al eerder zijn gemaakt door andere organisaties. B'Tselem en Human Rights Watch hebben in 2020, 2021 allebei stukken gepubliceerd waarin ze zeg maar pleiten voor de erkenning dat Israël op deze manier, met deze wetten en veel meer andere kleinere, maar ja, niet minder belangrijke wetten en praktijken vormgeeft aan een apartheidbeleid. Waarin dus de dominantie van een bepaalde etnische groep, wat Israël een Joden noemt, Israëlische Joden, over een andere groep wordt beoogd. Palestijnen, maar daar horen ook Bedouinen bij, die ook in, zeg maar, niet bij de Palestijnen, maar een andere groep die in Israël woont, zijn ook Bedouinen en ook daarover wordt dominantie beoogd. Discussies over welke groep de meeste kinderen krijgt zijn in Israël heel erg commonplace, die hoor je eigenlijk constant. En daar maken mensen zich constant druk over. En ja, dat zijn geen onduidelijke gesprekken, laat ik het zo zeggen. Als ik die hoor en in Israël ben, denk ik, dan ja, slik ik meestal wel even. Want je hoort hele normale mensen het over hele erge dingen hebben. En hele erge uitspraken doen vaak. Nou ja, goed. Zeg maar, B'Tselem en Human Rights Watch hebben dus recentelijk bepleit dat dit gaat om apartheid. En daar ja, ligt eigenlijk al een langer discours aan, ging daaraan vooraf. Ik denk dat hele belangrijke mensen daarin zijn geweest. Het allerbelangrijkste, denk ik, in dat debat zijn twee dingen. Aan de ene kant de internationale conventie tegen de suppressie en eliminatie van het strafrechtelijk feit apartheid. Ik ben het direct aan het vertalen van het Engels. Dat is in principe een vertaling van de Zuid-Afrikaanse situatie, is een vertaling of een abstractie van de Zuid-Afrikaanse situatie van apartheid naar een internationale wettelijke norm waar naar gekeken kan worden door de internationale gemeenschap om te kunnen nadenken en apartheid te kunnen identificeren in andere contexten waar het niet als zodanig wordt benoemd. Dit geeft een middel om na te denken over apartheid waarvan ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk niet dat het, dat het per se een oplossing is, of ik denk niet dat het per se een rol hoeft te spelen, of een wettelijke rol hoeft te spelen, maar het is een tekst die gaat over apartheid en die een internationale norm vastlegt. Het is overigens niet getekend door heel veel westerse landen, waaronder Nederland heeft het niet ondertekend, waaronder Israël uiteraard. Hebben het niet ondertekend, maar goed, het is wel een tekst waar je een begrip van apartheid uit kunt halen. En B'Tselem en Human Rights Watch hebben dat toegepast op de Israëlische situatie. En dat zijn mensenrechtenorganisaties en geconcludeerd, het gaat over apartheid. Nou, voor hun denk ik, dat is het andere belangrijke punt over apartheid, het andere belangrijke tekst over apartheid, is denk ik the call to BDS. Dus de call for boycott, divestment and sanctions. Van de Palestijnse civiele organisaties, die in 2005 is gemaakt, als ik het goed zeg, of die call is in 2005 gepubliceerd, door Palestijnse civiele organisaties, die zeggen, luister, dit gaat over apartheid, en op dezelfde manier dat apartheid in Zuid-Afrika door economische en politieke en internationale druk is bereikt, denken wij dat we apartheid in Israël moeten bestrijden met economische en politieke druk. En met politieke en economische druk bedoelen zij, bedoelt die call dus een boycott, het desinvesteren uit een boycott van Israëlische producten en instituties, het desinvesteren uit de Israëlische economie en het sanctioneren, en dat is dan zeg maar de politieke kant daarvan, of de geopolitieke kant daarvan, het sanctioneren van de staat Israël
om het apartheidbeleid op te zeggen, om dat te ontmantelen. Goed, dus ik denk dat aan de ene kant zijn die wat ik wil zeggen hiermee is dat de mensenrechtenorganisaties heel belangrijk zijn in dat ze zeg maar de term apartheid opnieuw in het discours brengen, opnieuw zeg maar aanmoedigen om mensen op deze manier aan na te denken over de situatie in Israël. Maar ik denk dat ze daar niet alleen in zijn. En ze waren ook niet de eerste. En ze hebben misschien wel te lang gewacht met het erkennen daarvan, sommige organisaties. Maar dat is waar je het rechtelijk ook over kunt hebben als je het over Israël hebt. En dat vat namelijk een systematisch element tussen al deze wetten die ik heb genoemd samen. Dat systematische element is ook een ideologisch element. Een ideologisch en een systematisch of functioneel element. Namelijk dat deze wetten de dominantie van een bepaalde etnische groep, namelijk Israëlische Joden, over de Palestijnen beogen. Ik denk dat ik bijna aan het einde van mijn verhaal ben. Even kijken. Als het over boycott, divestment en sanctions gaat, ik denk dat dat een goed punt is om te eindigen. Dit is een call to action waarin internationaal recht wordt gemobiliseerd tegen een rechtssysteem wat verschrikkelijk veel schade berokkent aan de Palestijnse bevolking. Het roept op aan de internationale gemeenschap, maar eigenlijk aan iedereen over de hele wereld, om zich in te zetten, om die druk uit te voeren en om vrede te behalen. Als rechtenstudent weet ik dat Israël vaak gezien wordt als een onproblematisch land. Op de rechtenfaculteit wordt Israël gezien als een onproblematisch land. Wordt het vrijelijk gebruikt als een plek waar democratie heerst. In vergelijkend onderzoek vooral, of in policy studies. Hè. Ik studeer aan de Universiteit Utrecht, we hebben de rechten, economie en bestuurskunde faculteit, daar studeer ik, maar ook dus in beleidsstudies wordt het gezien als als grotendeels onproblematisch, als een westerse liberale democratie. Er is genoeg mis met westerse liberale democratieën, maar zelfs dat is Israël niet te noemen, denk ik. Ik vind het dus ook belangrijk dat die boycott doorklinkt tot in de academie, en dat we nadenken over hoe Israël wordt gepresenteerd in de academie. En ik denk dat de boycott, die tegelijkertijd om actie roept en het beestje bij de naam noemt, namelijk apartheid, daar een heel goed middel in is. Aan mensen hun bewustheid peutert. En dat hoop ik ook te hebben gedaan. Dus daarbij laat ik het. Hartelijk bedankt voor jullie verhalen, visies ook, enorm snelle en denk ik goede overzichten over de problematiek. Ik heb een aantal vragen voorbereid en mijn eerste vraag die wordt eigenlijk aangevuld door een vraag van iemand uit het publiek. Ita, jij hebt er al het nodige over gezegd, maar ik ben benieuwd wat jullie daarover zouden zeggen. Die vraag is het volgende. Ik zal hem ook nog een beetje aanvullen met mijn eigen voorbereide vraag erbij. De vraag van het publiek is: dank voor jullie indrukwekkende verhalen. Het lijkt mij wenselijk om deze realiteit veel meer aandacht te geven. Wat zijn in jullie optiek wenselijke mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen? Past de boycott van Israëlische universiteiten hier nu juist wel of niet onder? Ik ben vooral benieuwd naar jullie inzichten hierover. Dat is de vraag uit het publiek. En wat ik misschien daar nog aan toe zou willen voegen is hoe jullie sowieso de ontwikkeling van het Nederlandse discours hierover zien. En of jullie denken dat daar een verschuiving in plaatsvindt. En of je het idee hebt dat daar meer kansen voor zijn nu om wat meer publiek gezicht te krijgen. Is er iemand die daar speciaal graag op wil antwoorden?
Ja, sorry, ik was even, mijn video ging niet aan, dus ik was even daarmee bezig en ik heb je niet helemaal gehoord. Dus ik laat even. Ja, nou, ik had al het eerste gedeelte misschien. En dan kan jij, Rella, me aanvullen over vooral die verschuiving in Nederland. Maar ik denk, wat we inderdaad moeten realiseren is, dus boycott, sancties, divesteren. Dat is één manier van vele manieren om te proberen Israël verantwoordelijk te houden voor de mensenrechten schendingen en de praktijken die ze doen. Dus het is eigenlijk een manier, een drukmiddel. En dat zien we ook, hè? Ik bedoel, Oekraïne, nee, niet was het, Belarus, hè, die heeft één persoon, en terechtelijk natuurlijk, hè, ze hebben één persoon eigenlijk gekidnapt, gelijk sancties, heel goed. Maar het is eigenlijk een manier bedoeld om drukmiddelen uit te oefenen op een land, om zich te houden aan internationaal recht, mensenrechten, et cetera. En daar vallen dus alle landen, hè, dus ook in Europa, is sancties een middel wat vaak wordt gebruikt. En dus ook, nou ja, recentelijk ook in Nederland, hè, dus boycott van academische instituten, financiële instituten. Ook het wordt gezegd, we willen geen normaliserende relaties met Israëlische staatsinstituten. En dat betekent dat wij niet om kunnen gaan met de staat Israël als een normale staat. Hè. We moeten het zien als een bezettende macht die betrokken is bij dagelijks mensenrechten schendingen. Dus ik denk dat zeker het heel belangrijk is om de BDS-beweging heel serieus te nemen en het te zien als een middel wat vaak slaagt dus ook. En ook een drukmiddel kan zijn. Maar het is één van vele andere instrumenten die gebruikt worden, maar ook gebruikt moeten worden. En het is eigenlijk een manier om ook vooral de internationale gemeenschap erbij te betrekken. Want Palestijnen die doen al hun best om te overleven eigenlijk daar. En daarbij is de BDS één manier om solidariteit, in solidariteit te zijn. En zeggen, oké, wat kunnen wij in Nederland eraan doen? Nou, dit is één van de dingen. Dankjewel. Ja, ik moet jullie vragen een beetje kort, want er zijn veel interessante vragen. Dus, super bedankt Dina. Irella, jij wilde ook wat toevoegen? Ja, nou goed, ik denk dat het belangrijk is, die net toch zegt, maar dat heel veel mensen weten niet dat dit een Palestijnse oproep is. En dat is wel een heel belangrijk gegeven. En in Israël weten mensen dat vaak ook helemaal niet. In Israël hebben ze altijd het gevoel dat het Europeanen zijn die ons vertellen wat we moeten doen. En dat moet dan verteld worden. En wat ik ook belangrijk vind om al te vermelden, dat dit inderdaad, zoals Dina zegt, één van de methoden is om solidariteit te tonen. Maar ook één van de geweldloze methoden van protest zijn. En met alle retoriek die Israëlische politiek vooral gebruikt tegen de BDS, alsof het de meest gewelddadige acties zijn. Nee, dit is een geweldloze manier van verzet. En dat vind ik ook nog heel erg belangrijk. En daarom in mijn ogen ook echt een legitiem middel. En ik denk ook nog één laatste ding. Dat als je heel goed kijkt ook naar Pakbi en wat hij al geschreven heeft over BDS en wat het precies inhoudt, dat het veel complexer is en veel gelaagder is dan wat mensen vaak denken. Dus ik raad ook mensen aan om daar goed naar te kijken wat daarover geschreven is. En zoals de brief die in het NRC stond pas geleden over, nou, dat, die gaat vooral uit van een soort van naïviteit van die Nederlandse academici die helemaal niks weten waar het over gaat. Wat echt een grote belediging, omdat er veel mensen, ik heb zelf ook de brief getekend voor de boycott. Veel mensen zijn die juist heel erg veel weten en meer dan deze hoogleraar die de brief schreef. Ja, als ik er nog één ding bij aan toe kan voegen, is inderdaad dat het is inderdaad extreem belangrijk om te benoemen dat het een Palestijnse oproep is, denk ik. En een oproep tot solidariteit en dat niet alleen uit de academische gemeenschap komt. En ook niet alleen uit die gemeenschap zou moeten komen. Daar wordt het beeld dat het alleen in de academische gemeenschap speelt, is soms ook schadelijk, denk ik. Hè. In Amerika wordt heel erg de mythe gecreëerd dat op campussen iedereen dit lekker vrijelijk steunt en verder mag er geen kritiek meer opgeleverd worden. Absoluut onwaar. Ook in Nederland is dat onwaar. Er zijn gelukkig heel veel academici die het wel steunen, maar het gros nog niet. Daar valt een strijd te voeren, maar kijk ook naar bijvoorbeeld Italiaanse dokwerkers, de andere, en er was verder ook nog een ander schip, Israëlisch schip of een schip met wapenleveringen aan Israël ergens anders tegengehouden, dat dit ook een breder gedragen oproep is. En dat dit ook over vakbonden gaat. En dat dit ook over politieke partijen gaat. En ook over landen, Ierland bijvoorbeeld, gaat. En niet alleen over academici, die er heel erg lang en uitgebreid over kunnen praten. Dankjewel. Ik wil eigenlijk graag naar een volgende vraag.
Er rijdt een ambulance voorbij, dus brandweer. Maar ik wil jullie graag vragen, ook in relatie tot waar we het gisteren over hadden, een vraag naar de toekomst. De sprekers gisteren werd gevraagd hoe ze dachten over de toekomst. En alle drie was eigenlijk het eerste wat ze zeiden van... je gaat heel snel als je om oplossingen vraagt. Dus je vraagt, moet het dan één staat worden? Of moet het dan twee staten worden? Of hoe moet het dan? Daar werden ze eigenlijk moe van. Het viel me op dat... ze allemaal wel zeiden, het allerbelangrijkste is het opheffen van de ongelijkheid en van de apartheid eigenlijk. En van de koloniale dimensies van de hele opbouw van het land. En dus ze benadrukten allemaal gelijkheid, gelijke rechten, vrijheid voor iedereen van de Middellandse Zee tot de Jordaan eigenlijk. En viel me in de Nederlandse context op... ook een artikel in het NRC, professor Nolkemper, die aan de ene kant kritisch is over de Israëlische politiek, maar die dan zegt, en de oplossing is twee staten. Ik vroeg me af, wat denken jullie daar, kunnen jullie daar iets over zeggen? Niet in de zin van, wat voor oplossing zie je dan wel, maar hoe denken jullie over het praten over oplossingen en over welke kant het op moet? En hoe zien jullie dat zelf? Misschien nog één link. Arielle Azoulay die zei, ja, waar we naartoe moeten, Engels, non-imperial conviviality. En dat gebeurt al on the ground, dat gebeurt al op allerlei plekken. Dus er zijn eigenlijk al heel veel initiatieven en daar zou je meer mee moeten doen. Dat sluit waarschijnlijk ook aan bij wat jij zei, Arielle, dat samenleven, dat is er eigenlijk al in heel veel opzichten. En dat is, daar zou je mee op moeten bouwen, zeg maar. Ga je gang, wie van jullie iets wil zeggen daarover? Ja, ik wilde wel het wel zeggen. Nou ja, ik denk dat ik, net als die drie sprekers van gisteren, ook vrij allergisch ben van internationale stemmen die vertellen aan de mensen al daar wat de beste oplossing is. Ik denk dat dat een verkeerde gang van zaken is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat Europa en Nederland daarin, nogmaals, ook in de zin van BDS, het heel erg bezig is en zich mengt in wat er gebeurt, maar wel op een manier waarop de lokale groepen, zeg maar, haar dat vraagt. En niet wat heel veel gebeurt vanuit de politiek, maar ook vanuit de NGO-wereld, heel erg als een soort van neo-imperialistische ideeën, paternalistische ideeën over wat jullie wel moeten doen, hoe jullie het allemaal wel moeten doen. En wij gaan jullie wel leren, de Israëli's en de Palestijnen, hoe jullie met elkaar moeten praten en waarover jullie met elkaar praten. En wij halen jullie wel naar ons toe om dialooggroepjes te beginnen en om elkaar te begrijpen. Want als we eenmaal met elkaar praten, dan komt alles wel goed. En Nederland is daar verschrikkelijk goed in om dat soort dingen te doen. En daar kom je dus echt niet ver mee. Dus wat dat betreft ben ik het heel erg met ze eens. En ik al jaren ook met Gate 48 zeggen wij, vanuit het buitenland moeten wij niet gaan zeggen wat de oplossing on the ground moet zijn. We moeten streven inderdaad naar solidariteit, naar het einde van de bezetting, naar gelijke rechten voor iedereen. Maar niet vertellen hoe dat daar moet gebeuren. En ik denk zeker dat de NGO-wereld daar wat meer rekening mee moet houden. Je staat op mute. Ja, de brand is geblust hier. Wilde jij er nog wat aan toevoegen, Itay? Hoeft niet per se. Ik dacht dat je had... ik heb een tik en dat is aan mijn toch ook krullende haar draaien. Het enige wat ik toe zou willen voegen is dat ik heel erg aanraad om naar het werk... Conquer and Divide te kijken van Forensic Architecture. Die hebben het Conquer and Divide project hebben ze samengerund met B'Tselem en dat laat een volledige tijdlijn zien van hoe Israël Gaza en de West Bank heeft behandeld in allerlei rechtelijke opzichten, fysieke, materiële, soort van bouwen, et cetera.
het complete opdelen daarvan en toch het compleet onder controle houden, het conquer and divide. En dat, ja, vaak wordt dat aangehaald en ik denk dat, dat hun onderzoek dat prachtig laat zien, nogmaals, conquer and divide van forensic architecture, dat de West Bank, dat een twee-staten-oplossing eigenlijk een onmogelijkheid is geworden. En ik ga geen andere oplossing aandragen. Ik vond de tyranny of solutionism, volgens mij zei Mesna Kato dat gisteren, ook een hele goede, daar ga ik niet aan, ik ga niks spreken, maar een twee-staten-oplossing is een woordje wat Nederlandse politici heel graag gebruiken om het probleem af te doen. Ook het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, doet dit heel handig. Zegt, oh, we zijn voor een twee-staten-oplossing. Maar een twee-staten-oplossing waarin het Palestijnse gebied compleet kapot is gemaakt. De claim van Israël wel is, nou ja, onze kolonisten blijven daar in ieder geval. Dat is onmogelijk. Punt. Dankjewel. Dank jullie wel ook. Ik heb een volgende vraag. Jullie waren sceptisch over de rol van Europese en andere landen die Israël en de Palestijnen moeten vertellen hoe het wel moet. Ik vraag me af op welke manier jullie op een andere manier nadenken over de rol van Europa. We hebben het net al gehad over BDS, andere vormen van druk die er zou kunnen worden uitgeoefend. Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties steunen om onderzoek te doen naar de oorzaken van het geweld. Er zijn veel meer dingen die gedaan kunnen worden op dat niveau. Maar er is ook nog zoiets als waar Arielle Azoulay het gisteren over had, unlearning imperialism. En hoe zien jullie wat dat betreft dat er in Europa gekeken moet worden naar de geschiedenis van de Europese betrokkenheid in de hedendaagse politiek, maar ook in de geschiedenis daarvan. En in het traceren van de ideologische achtergronden van het hedendaagse geweld. En daar eerder een rol in spelen in een ander verhaal over Europa vertellen dan tot nu toe gebeurt. En ook veel meer de rol die het heeft gespeeld in ook een Noord-Afrikaanse context, Irakese en andere contexten. En wat daar de verantwoordelijkheid van Europa eigenlijk is qua historische zelfbegrip eigenlijk. Willen jullie daar iets over zeggen? Ik wil een paar punten daarover zeggen en dan kan ik aangevuld worden. Ja, maar ik dacht inderdaad, het is belangrijk om te realiseren dat Europa nog best wel orientalistisch is. En daar bedoel ik mee dat ze nog wel echt kijken naar de wereld als witte mensen versus de Orientalen, hier in deze context, de Arabieren waar we ons minder mee kunnen identificeren. Dat zie ik heel vaak terug. Hè. Met wie wordt er geïdentificeerd? Met welke emoties, welke verhalen worden serieus genomen en niet? En dat zit heel erg natuurlijk ook in dat koloniale geschiedenis van Europa. En dat hele orientalistische idee van naar de wereld kijken. Dat je vaak denkt, wie nemen we serieus en wie niet? En met wie gaan we praten? En wie, hij zegt al van het begin, van daar gaan we niet mee aan tafel. Dat is heel erg ook, denk ik, daardoor wordt dat gevoed. Daarbij denk ik ook, dus heeft het heel erg te maken ook met racisme. Ook, nogmaals, het is niet een iets op zichzelf. Hè. Kolonialisme, maar ook de bezetting waar Israël mee bezig is, heeft ook heel erg te maken met andere praktijken in andere delen van de wereld. Ze ook hebben over wapenhandel. Het is allemaal best wel met elkaar verbonden. En wat ik hier wil zeggen is inderdaad, dus hoe wij kijken naar specifieke mensen met een donker huidskleur, dat speelt hier ook een rol bij. En nogmaals, Israël was opgezet door voornamelijk Europese Joden. En ook intern is er heel veel racisme ook. Naar andere Joden toe door de jaren heen. Dus dat is even dat orientalistische. Wat ik wel denk over bijvoorbeeld de rol van Nederland, de rol van Engeland is heel erg bekend over hoe zij eigenlijk een beetje dubbel hebben gespeeld toen, als we weer even een geschiedenisbril opzetten. Aan de ene kant de Arabieren in het Midden-Oosten zeggen, als jullie met ons tegen de Ottomanen vechten, krijgen jullie allemaal uiteindelijk onafhankelijkheid. En dezelfde tijd ook tegen de Joden migranten die in het Midden-Oosten, die dus in Palestina kwamen zetten, ook zeggen van wij beloven jullie dat jullie daar een staat kunnen opstichten.
Er wordt ook vaak gezegd van hoe kon Engeland, een land wat niet van hun was, aan andere mensen beloven en geven. Dus dat is natuurlijk één hele kwestie waar ook wordt gevraagd aan Engeland om daar officieel excuses voor te bieden. Maar nogmaals, het heeft echt diepere roots met hoe wij omgaan met landen buiten Europa. En nogmaals, wie wij serieus nemen en wie niet. Hier hou ik het even bij. Irella. Ja, nou ja, ik ben het helemaal eens met Dina. En ik denk dat er zeker, ja, ik kan alleen maar bevestigen dat er zeker een hele grote rol is in Europa, omdat we zeker als we de situatie van Israël-Palestina bezien, dat er een totaal, het beeld is totaal, inderdaad, ik denk inderdaad dat met Israëli's en met Joodse Israëli's meer wordt geïdentificeerd, maar dat de hele situatie al daar wordt gezien als een soort van, nou, wat doen die mensen daar en hoe kan het zijn dat het nog steeds, waarom doen jullie niet normaal en kunnen jullie met elkaar praten en waarom moet dan de hele tijd dat geweld? Echt totaal op een afstandelijke manier, alsof het niks te maken heeft met Europese ideologieën, met de verlichting, met hoe we dachten over staten, over de inrichting van staten, over het feit dat Israël is gecreëerd als een semi-Europese staat. Nou ja, zoals Dina zei, met Joodse, met Europese migranten. En toen de migranten kwamen met een andere huidskleur, Joods, moesten ze zich aanpassen. Die ideeën, die komen natuurlijk direct uit Europa. Die processen van othering, van het maken van een ander die we liever niet bij ons hebben. En we zien die processen steeds weer gebeuren, ook hier, met vluchtelingen die Europa binnenkomen. Dus ik denk dat het een hele grote rol is. En ook in het Nederlands geschiedenis. Kijk, we zien hoe moeilijk het in de Nederlandse geschiedenis is om te praten over de eigen koloniale geschiedenis. Laat staan dat we dan verder kijken naar, het grotere plaatje van Europa als zijnde een entiteit die belangrijk is. En die heel erg, als entiteit een heel erg belangrijke rol heeft gespeeld. Niet alleen in Israël-Palestina, maar andere plekken ook ter wereld. Maar ik denk dat het extreem belangrijk is om tot een veel beter begrip te komen over wat er gaande is. Of dat echt veel gaat veranderen aan de politiek, is weer een ander verhaal. Kijk, het zijn natuurlijk verschillende niveaus waarop we praten. En ik denk wel degelijk dat ook buiten de BDS, als we kijken naar echt praktische oplossingen, wat kan Europa doen, buiten de echte BDS, de meer activistische kant van het verhaal, denk ik dat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat er economische sancties, wat inderdaad een soort van binnen de BDS hoort, maar het hoort ook echt bij het mandaat van Europa, ook binnen de neighborhood policies die ze hebben met de Europese Unie heeft met Israël, daar kunnen ze zich aan houden. Als ze zich aan houden, dan hebben ze heel veel leverage om Israël op heel veel gebieden tegen te houden, zeker economisch, nou economisch te raken, en die durf is er niet. Helaas. Ik zou nog toevoegen in de context om Nederland er ook bij te trekken. Vergeet niet dat apartheid een woord met Nederlandse herkomst is. Dat wij en de Britten in Zuid-Afrika actief zijn geweest. En dat de Britten het mandaat op Palestina, oftewel ook een koloniale macht daar waren, waarvan heel veel, eigenlijk een groot deel van de wetten over zijn genomen toen de staat Israël werd gesticht. Je kunt niet in één keer een nieuw koloniaal systeem optuigen, vooral als die vorige macht al heel goed bezig was en al heel veel andere experimenten met hun wetten uit hebben kunnen voeren op hun koloniale gebieden. Ik denk dat we dat gewoon niet moeten vergeten. Ja, en je bent nog optimistisch als je zegt niet vergeten. Het is ergens ter sprake. Laat ik er trouwens bij toevoegen iets wat ik niet heb gezegd in mijn stuk. Dat ik denk dat in die hoek het een en ander te bestuderen valt. En dat we het idee van apartheid en de structuur daarvan. Apartheid is niet alleen een koloniale structuur, denk ik, op één plek. Er is ook een bepaalde solidariteit die het oproept bij andere ex- of neocoloniale machten. Er is een reden waarom heel veel Noordwest-Europese staten en Amerika niet de apartheidconventie niet hebben ondertekend. De internationale conventie die apartheid een misdaad maakt. Ik denk dat je... BDS is een roep om solidariteit.
Maar ik denk dat Israël als staat ook de hele tijd roept om solidariteit vanuit Europa. Vanuit oude koloniale machten. Om ja, in ieder geval niet die soort van dat masker af te doen van oh, wij waren ooit slecht en wat zij nu doen hebben wij ooit verzonnen in Zuid-Afrika. Nou ja, goed. Dankjewel. Misschien sluit daar nog een laatste vraag uit het publiek, of in ieder geval een vraag uit het publiek bij aan. Weet niet zeker. Ik denk dat jij zou willen beantwoorden, Itay, maar misschien hebben Irella en Dina er ook iets over te zeggen. Het is echt een juridische vraag. Beste Dina, Irella en of Itay, kunnen jullie helpen de vaak genoemde droeg tussen haakjes reden te ontzenuwen dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketten vanuit Gaza? Biden gebruikte dit net als Rutte en menig andere regeringsleider volgens internationaal recht, maar dan anders geïnterpreteerd dan Israël en zijn supporters doen. Zou die reden onderuit gehaald kunnen worden? Hoe zit dat? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Noora Erikat heeft daar het wel eens over gehad, maar de strekking van haar betoog is nooit tot een breder publiek doorgedrongen en is mij helaas ontschoten. Nou, ik kan wel een beetje een voorzetje doen. Ja, we gaan een voorzetje doen. Ik ben ook heel. Nee, kijk, bij internationaal recht kan ik heel weinig zeggen, want ik ben antropoloog, dus wij. Nee, niet per definitie dat we niks weten. Maar kijk, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Het is natuurlijk een verschrikkelijke redenatie, een argumentatie die gewoon direct overgenomen wordt genomen van Israël. Dat je daar eigenlijk niet tegen kunt zijn. Maar je kunt bij de context. Beginnen en dat wat Israël doet geen zelfverdediging is. Israël is zichzelf niet aan het verdedigen als Gaza plat bombardeert. Ook al komen de Israël kan zichzelf verdedigen alleen maar door het hebben van een heel goed antiraketsysteem. Maar goed, dit is niet echt een vanuit internationaal recht een redenatie. Dus misschien kan Itay daarbij helpen. Wat je in principe zegt is dat het geweld wat Israël teruggebruikt is disproportioneel. En dat is volgens mij via internationaal recht ook gewoon ja, heel makkelijk terzijde schuiven. Ja, en het is vergelding. Daar benden ze weinig doekjes om. In ieder geval intern, als je Israëlische discussies hoort, daar worden weinig doekjes om gewend. Wat je ook zei, die politieacties, dat is echt ja, dat discours dat daaromheen heerst. En van menig Israëlische politicus. Ook Israëlische politici die een wellicht nieuwe regering beginnen te vormen, wenden er geen doekjes om dat ze dat geweld dat Israël gebruikt met regelmaat of eigenlijk systematisch vergeldend is. Vergeldend, intimiderend. Het is zichzelf op de kaart zetten als machtige politici. Ja. Ik wil eerst een provocatieve vraag stellen hierop. En dan nog even mijn gedachten hierbij. Maar de vraag is, mijn vraag is, heeft een staat het recht zich te verdedigen als een koloniaal etnoreligieuze staat? Heeft een staat die recht om de upper hand, om die macht te houden? Wat voor soort, dus wat verdedigen ze? Dat is het recht om zelf te verdedigen. Maar wat verdedig je? Je volk? Of het macht en het land wat je hebt afgenomen, geconfiskeerd. Dus dat is even gewoon een meer filosofische vraag als we het hebben over recht om de staat te verdedigen. Wat verdedig je eigenlijk? Het bestaan van een onderdrukkende apparatus eigenlijk. Maar nogmaals, ook dan denk ik, weer hebben we het, als we naar nou, internationaal recht gaat het over een staat heeft het recht om zichzelf te verdedigen in tijden van oorlog. Het gaat over staten. Nou, is een heel groot gedoe of Palestina een staat is of niet. Het is pas zijn die vraag om erkenning, met Verenigde Naties heeft een beetje het erkend dat er een Palestijnse staat is. Dat hoort er al sinds 1993 te zijn, maar dat gebeurt dus maar steeds niet. Maar dan is ook de vraag, waarom erkent men dan wel het recht van een staat met een leger? En wat Irella zegt, met hele complexe systemen, afweersystemen, raketten, et cetera. En een land of een volk wat geen staatapparatus heeft, waar de Palestijnse autoriteit misschien wel wat
soldaten, politie hebben, die worden getraind door voornamelijk de Verenigde Staten, en die dan voornamelijk worden ingezet tegen hun eigen burgers, dus de leger die de Palestijnen hebben, zeg maar, wordt niet ingezet om zichzelf te verdedigen, hè, want dan wordt al het geld teruggetrokken van de internationale gemeenschap. Dus de Palestijnen hebben ook het recht om zich te verdedigen, maar die hebben de apparatus niet om als staat tegen Israël in een gelijke oorlog te vechten, zeg maar. Of in gelijke. En daar zijn ook weer, internationaal recht heeft ook wetten. Nou ja, oorlogswetten, hè, hoe je omgaat in tijden van oorlog. Maar ook bezetting. Dus ik denk, als je internationaal recht wilt oproepen om, hè, van, ja, wij hebben het recht om ons te verdedigen volgens de wet. Je hebt ook de plicht als bezettende macht om geen eigen mensen te zetten op geconfiskeerd land van de bezetter. En van de bezettende. De bezetende. Nou ja. Als jij één ding van internationaal recht wilt hebben, omdat het in jou in die respect, hè, kan het mij helpen, dat betekent dat je het internationaal recht ook moet accepteren. En ook de plichten die je hebt als bezettende macht, als, hè, in die situatie, moet je ook aan de andere dingen voldoen. Je kan niet pick and choose. Oh, de recht om te verdedigen wil ik vandaag wel. Wij als Israël hebben dat. Maar al die andere dingen in het internationaal recht, die nemen we niet serieus. Als jullie ons durven aan te klagen bij het internationaal strafhof, dan gaan wij problemen maken en dan werken wij niet met jullie mee. En dan is Europa allemaal antisemitisch. En dan, ja, dan wordt er zo'n ophef als je het internationaal strafhof maar noemt voor Israël. Dus nogmaals, het is of alles of niks. Je kan niet pick and choose. Dat was even mijn woedende opleidende reactie. Dankjewel. Willen even jullie nog iets toevoegen? Ik wilde nog even één ding wel zeggen op die vraag. En dat is eigenlijk misschien qua conclusie, maar hè, van een oplossing en wat willen we, et cetera. En ik zat te denken, wat zou de bewoner daar zeggen? Ik denk, zij zouden gewoon zeggen, we willen gewoon in veiligheid, zonder angst, een waardig leven willen leven. Dus ik denk aan de Palestijnen die het gewoon dagelijks, zoals ik zeg, opstaan en niet weten wat ze die dag tegemoet komen. Maar nogmaals, hè, wat Itay, dat vond ik ook wel natuurlijk heel mooi, de anekdote over dat heel veel Joodse mensen denken, oh, eindelijk kunnen we hier, hè, de Holocaust hebben we achter ons gelaten en we kunnen weer als volk hier onszelf opbouwen. Maar ik denk, als jij echt wilt accepteren, als jij echt een veilig leven wilt hebben als Palestijn, Israëliër, als mensen op dat gebied, dan moet dat, ja, dan heeft iedereen het recht, het gelijke recht om in veiligheid te leven. En ik denk, dus ik wil wel even terugbrengen van, als het gaat om de mensen daar, wat die mensen daar zouden zeggen, die zouden niet komen met één staat, twee staat, de politici misschien wel, maar de mensen zullen gewoon zeggen, ik wil gewoon opstaan, mijn kinderen zien opgroeien, naar school sturen zonder bang te zijn, dat ze worden aangevallen door traangas onderweg. Ik wil gewoon een normaal, veilig leven hebben. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten, dat dat niet de werkelijke dagelijkse leven is van heel veel Palestijnen daar. Dankjewel. Het lijkt me ook een mooi einde. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Publiek voor interessante vragen. Ik hoop dat dat jullie ook tevreden zijn over het debat of het gesprek. En hartelijk bedankt. En misschien tot ziens bij een andere keer.